veelvuldig te horen op Radio en Utrecht. De letters, 19 stuks dus, zijn nog na te lezen op radioenutrecht.nl. Worden het feit dat het voor het geval dat je misschien gemist heeft net, of dat het net iets te snel gegaan is. Dus radioenutrecht.nl, daar staan zo die 19 letters. En ik denk dan altijd dat het moeilijk is, maar het valt reuze mee, want ik kreeg net al heel wat telefoontjes. En ook in de mailbox allemaal weer goede woorden. Onder meer van de familie van Balgooien, Peter den Oude en Peggy Jaspers is er ook weer bij. Dank je voor het meeloop weer, Peggy. En Wil Beuk en Harry van Haren, Isaac van den Akker, Colver Zeilenberg, Ben Groen. Dank je wel allemaal voor het regio. Dat plekje dat je hebt in Warmond, heb je ook een beetje zicht op de kaart? Of zit je er een beetje in de buurt? Nou, ik zit er in de buurt. Ik zit eigenlijk op een voormalig weiland van een boer. En daar heeft hij dus allemaal vaste stekken in gedicht. Uh-huh. Dus we hebben wel een vaste caravan met alles erop en eraan. En daarnaast hebben we ook een klein bootje. Dus we kunnen zo de kaart via een sloot kunnen we zo de kaart opvaren. Het is daar prachtig inderdaad ook. Ja. Ja. Ik wandel en fiets daar graag in die omgeving, want ik woon in de buurt. En dat blijft altijd leuk om daar plekjes te ontdekken. En maar inderdaad, er is ook zoveel water. Dus dan elke bochtje dat je omkomt, heb je weer een ander prachtig uitzicht. Ja, je gaat ook zo naar Leiden toe. Dus als je daar zin in hebt, dan kan je zo binnen de stad van Leiden gaan weer. Zeker, dat wordt een mooi weekend, Kees, dat hoor ik al. Ja. We gaan eens even kijken wat je van de muziek vindt. De Roemzoekers van Vrijdag. Eeuwige roem. Mijn hoofd is goed, staat een foto. Daar moet ik in als ik niet aan. Eeuwige roem. Eeuwige roem. Paul McCartney kwam er gisteren bij in Eeuwige Roem met zijn Hope of Deliverance. Eén dag dus. Ook één dag voor Abba aan het Ring Ring. Twee dagen voor André Hazes. Op de schoorsteen staat een foto. Welke plaats kun jij missen, Kees, in dit spel? Nou, Paul McCartney niet, want wat mij betreft is elke plaat die hoort bij hem in de eeuwige roem. En Ring Ring, die ligt ook lekker in het gehoor, vind ik. Maar die onbekende van Hazes, die mag er voor mij uit. Oké, dat gaat niet. Op de schoorsteen staat een foto. De foto is rap gekeild, maar je hebt een andere mooie suggestie. Welke ben je op uitgekomen? Nou ja, ik ben bij de mensen, zoals je al zei. Huh? Ja, met een directe collega, die heb ik ook een klein jaar al niet meer gezien. Althans niet fysiek. Dus, soms droom ik daar wel eens van, hè, om elkaar toch weer in de ogen te kunnen kijken. En ik denk, dat past wel een leuk plaatje bij van Kate Bush. Die heet Army Dreamers. Dat is een mooie, die heb ik echt lang niet gehoord, zeg. Wat een originele. Luisteren ze mee, die collega's, denk je? Ik denk het wel. Nou, bij deze. Speciaal voor de collega's van Kees. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Army Dreamers. Kate Bush maakt met dit liedje haar debuut in Eeuwige Roem. Thank you.
op TV West weer kijken naar het Residentieorkest Koffieconcert. Op het programma staat onder andere het beroemde quintet voor piano en blazers van Mozart, met op piano Richard Egar. Opgenomen in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het Residentieorkest Koffieconcert, zondagochtend om 10 uur. Op 89.3 Radio West.